De Senaat in Durham, Maha Saba Suriname, heeft gisteren met trots de Internationale Vrouwendag gevierd. Op de Internationale Dag, die op 8 maart werd herdacht, moet volgens de Senaat in Durham Maha Saba de cruciale rol van vrouwen erkend en gevierd worden. Niet alleen binnen hun families en gemeenschappen, maar ook binnen de bredere samenleving. Met een focus op versterking en gendergelijkheid bood de viering gisteren een platform voor dialoog en actie. Ruim 400 vrouwen kwamen bijeen om de noodzaak om barrières af te breken en stereotypen uit te dagen die de volledige participatie en versterking van vrouwen belemmeren te bespreken. Door middel van meditatie, voetmassages, schilderen, sessies over gendergelijkheid, Ayurveda, sporten en psychologie zijn de vrouwen uitgerust met handvatten en middelen die ze nodig hebben om te gedijen en bij te dragen aan alle aspecten van het leven. Bij die gelegenheid haalde de First Lady van Suriname, Melissa Santokisinacheri, aan dat de vrouwen zichzelf meer moeten gaan waarderen. Ik weet, vrouwen, we worden opgevoed, we krijgen het mee, we zorgen thuis voor iedereen. We zorgen daar buiten ook voor iedereen. En wanneer je eigen gezin hebt, dan zorg je ook daar voor iedereen. Maar in onze opvoeding en in ons geloof merken we dat er niet altijd de nadruk is gelegd op zelfwaardering. En dat is essentieel, dames, vrouwen. Ik ben ook hier. Het is essentieel. Waardeer jezelf. Maar weet je wat? Vandaag is duidelijk, het is hier gezegd. In de kracht zit in u. Het zit in u. We hebben toch gezegd, u bent de stoomvoetoe. Die kracht zit in u, dat is uw kracht. De zelfwaarde van een vrouw moet niet afhankelijk zijn van derden, zoals een kind of een man, meent de First Lady. De inspiratie en kracht om verder in het leven te komen, moet elke vrouw uit zichzelf kunnen putten. Dat is mijn wens voor iedere vrouw, voor iedere generatie. En daardoor zullen we zeker slagen. Want net wat we hebben aangegeven, die vrouw heeft zoveel rollen. Zoveel rollen. Ze zorgt ook voor die vorming. Dat is aangegeven. En die vorming is zo breed. De sprekers hebben het over gehad. Zo breed. We moeten de kinderen voorbereiden op hun leven. We moeten die kinderen ter wereld brengen. Toch? Mensen. Dat is al een of ander wonderbaarlijk ding op zichzelf. Maar vraag niet maar om het te doen. Dan zouden we geen mensen meer hier hebben, toch? Eens of niet eens. Als ze een beetje ziek zijn, merk je het al hoe ze opgeven. Vrouwen, het komt erop neer. U heeft de kracht. Die innerlijke kracht zit in u. Zit in u. En u geeft dat mee aan uw kinderen. Deze viering markeerde niet alleen een moment van erkenning en waardering, maar ook een oproep tot voortdurende vooruitgang en samenwerking in de strijd voor gendergelijkheid. De Senaat in Durham Maha Saba Suriname staat vastbesloten om een inclusieve en rechtvaardige samenleving te bevorderen, waarin alle vrouwen de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken.